Hoi Kirsten. Hi. Waar zit je nu? We zitten in de trein. Naar? Brussel. Oh. Zuid. Oh. Ja? Ja? Dat zit ik, ja. Oh, en waarom? Waarom ben je niet lekker op dit vliegveld hier zo aan het chillen? Nou, dit is even het verkeerde vliegveld. Oh, het verkeerde vliegveld. Ja, dat is vervelend. Eén Brussel 2. Dat is een vraag of ze dat wist. Oh, Spie, wist jij dat misschien? Oh, dus heb je wel vooral niet lachen nu, want het is helemaal niet leuk. Nee, want we moeten dus binnen hoe lang? Hoe laat is het? Countdown starting now. Hoe laat is het? 17:48. Dus nu binnen 1 minuut in het vliegtuig zitten. Ja. En wij hebben ons net laten vertellen dat Brussel-Zuid vanaf hier een kwartiertje is. Mm-hmm. Maar... Ta-da-da-da. Vanaf Brussel-Zuid is het nog... 55 minuten. Met de bus. Met maar de bus. Maar we hebben bedacht dat we een taxichauffeur aan de haak gaan slaan. Die Anne-Sophie in natura gaat betalen. Nee, Rianne, want ik kan dat even niet. En die ons dan in 20 minuten naar het Charlepoep vliegveld brengt. Ja. Dus het is binnen dus nu. Halen. Het is gewoon een joyride of zo. Het is nog het is een soort van, 61 minuten, 70 kilometer. We moeten gewoon 1 kilometer per minuut rijden. Ja. Hoezo? Dan halen we 70 al, grapje. Iets meer kilometer per minuut. Nou, in ieder geval. Nou. Als dat niet lukt, dan. Gaan we kijken of we met ons ticket een trein Trein naar Polen kunnen pakken. Ja, dat kan ook. Je kan met de trein naar Polen, toch? Ja, fuck. Jij wil vliegen? Ja. Maar nee, dat we met ons ticket dan een vliegtuig later kunnen nemen. Ja. Want wie wil er naar de Polen in hemelsnaam? Ik zou het niet weten, dus dat vliegtuig zit vast niet. Nee, dat denk ik ook echt niet. Nee. Dat denk ik ook echt niet. En ik denk echt dat ze heel leuk zijn. Bij elkaar slepen. Ja, maar als desnoods gaan we met z'n drie.